Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2014. Met Bliefjes natuurlijk, en vandaag rijden wij in een DDZ van Amersfoort, Schothorst naar Utrecht Centraal. En laten we beginnen door hier de passagiers in te laten stappen. En dan springen wij even naar de cabine heen waar wij de ruitenvissers aanzetten. De richtingsschakelaar naar voren doen. Cruise control zetten wij. Oké, dat is wel goed zo. Nog 140 heen, dat is goed. We moeten zometeen eventjes wachten, denk ik. Frontsign even aanzetten. En die Intercity springt ons daar even voor. Dan kunnen wij ondertussen de koersborden even instellen op Utrecht Centraal. Utrecht Centraal, zo. En dan kunnen wij zo meteen, als het goed is, vertrekken. We hebben al geel sein, dus we kunnen in ieder geval doorrijden. Goedemorgen driver, vandaag rijdt u naar Utrecht Centraal. U vertrekt vanaf Schothorst van 43. Nou, dat is geen probleem. Laat ik nou even deze op 40 zetten. En dan kunnen wij vertrekken. Ligt het nou aan mij op? Ik dacht dat ik net ergens remmen hoorde. Het zal wel mijn verbeelding zijn. In ieder geval kunnen wij nu doorrijden naar... Even kijken, Amersfoort, ja. Wij kunnen nu in alle rust kunnen wij doorrijden richting Amersfoort. En we mogen hier ondertussen eigenlijk 100, maar het sein laat ons nog geel zien. En het is nu ondertussen groen geworden, dus wij mogen dus optrekken naar 100. En het is wel weer fijn om in een DDZ te gaan rijden. Oh, 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 60. Ja, 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 ja. Snel afremmen naar 60. Goed zo. Zo, waar het sein nog wel op geel staat. En waarbij ik vermoedelijk ook even straks op tap moet drukken om het volgende sein weer min of meer actief te krijgen. Dus even kijken, klopt dat? Ja. Dus we mogen hier gewoon 100 blijven. Niet. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is 60. Dan kom ik nou weer bij 100. Ja, ik hoor je. En ja, nou kan ik in ieder geval doorrijden naar station Amersfoort heen. En dan moet het maar in ieder geval met 60 km per uur. Niet dat het heel ernstig is. Ik bedoel, je hebt snelheden die ernstiger zijn dan 60, zoals 40. Dus in ieder geval voor deze episode rijden we dus helemaal naar Utrecht. En we stoppen ondertussen in Den Dolder, Bilthoven, Den Dolder, Amersfoort en... Schothorst. Oh. Waarschijnlijk rijden we niet naar Utrecht heen dan. Nou, maar in eerste instantie wel. We gaan in eerste instantie naar Utrecht Centraal, dus ik laat gewoon even de borden zo staan. We zien vanzelf wel wat het ons brengt op deze route. Dus ja. Maakt niet uit. Ja, ja. Moet ik even weer op tappen. Anders kom je hier nooit aan. Ja. Jezus. Nee, ik geloof jou niet. Het is allemaal toegestaan. Het is allemaal toegestaan. 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 Snelheid over. Oh.
Zo, dan kunnen we zo meteen hier in station Amersfoort kunnen even de passagiers in laten stappen. Dat zijn ze echt geel. Oké. Nou, harde remmen. Wil mensen in laten stappen, ja? Dankeschön. Nou, laten we hier in ieder geval snel even de mensen instappen en dan kunnen we als goed is zometeen weer verder. Dit zijn staat op. Geel. Kijk, dat is geel. Omdat het mooi is. En dat is onze trein. Want die is ook mooi. Nou, de deuren gaan dicht. En de twee leuke toetertjes die erbij geleverd zijn. Zo, laten we gewoon snel even weer terug naar de cabine gaan. En ik weet dat de snelheid hier 60 bedraagt, maar... Dan kan ik een beetje moeilijk maken met zulke wissels om daar met 60 overheen te gaan walsen. Zo. En daar is de verlossende ting. En dan kunnen we lekker met deze snelheid kunnen wij doorrijden naar station Den Dolder in ieder geval. Wel net zo lekker. We mogen zelfs 140 in, dat is ook wel fijn. Zo. Ook dan meteen even de kilometer of de koerscontrole op instellen. Netjes de koerscontrole aangezet op 140. En dan zal onze eerste stop zal het nogmaals zijn station Den Dolder. En dan kan ik ondertussen eventjes de comments denk ik wel erbij pakken van de vorige episode. Dat vind ik wel leuk om te doen weer. Veel USB-kabel ligt hieronder. Ga weg. Ja, ga maar weg. Heel dank u wel. Vet vlek op mijn toetsenbord. Heel fijn. Niks aan te doen. Niks aan te doen. Zo. Even dat ding aanzetten. Even dus hierop inloggen. Oeps. Ja, ik heb zo'n... leuke tablet, zo'n Microsoft Surface heet dat volgens mij. En ja, dat is op zich wel een leuk dingetje. Want het is een soort van, het is gewoon een soort van computer in ieder geval. Maar ja, een soort van computer tablet, laten we het zo even vertalen dan. Even kijken, even naar mijn laatste video navigeren en...
Rem dan. Oh ja. Even terug naar 120. Zo. En dan kan die er ook weer achter. Hè? De koerscontrole. Wat moeten we zonder koerscontrole tegenwoordig? Eens even kijken. Een laatste comments van de sprinter. Haal ik er even bij. Ondertussen hou ik natuurlijk wel de sein in de gaten. Dat is ook handig. Julian Vlette die vraagt of ik een keer met de SLT van Utrecht Centraal naar Tiel wil rijden. Dat is op zich best wel een goed idee. Alleen... Ik zeg al zo mooi van, ik hou alles in de gaten. Wow. Ik zeg ook zo mooi van, ja, ik hou alles hier in de gaten. Ja, oh, wacht even, komt hier wel een perron bij, naar ons voorbij. Oh, weer remmen. Ja, wat boeit met die wielslip nou? Gewoon remmen, joh, gek. Oké, we zijn goed. We zijn cool. Zo, even hier stoppen in de buurt van het bordje 4. Zo. Even de deuren openen. Even kijken. Even zien. Ja, dat van Utrecht-Tiel. Ik kreeg het nog niet helemaal lekker voor elkaar met die A6 in ieder geval. Want ik miste een heel groot stuk. Ik heb namelijk geen gras, geen wegen. Ik heb eigenlijk helemaal niks. Dus dat is wel vrij knudde. Ja, ik was ook eigenlijk bij vergeten om de link van de radio erbij te zetten. Dat was wel een klein beetje dom in ieder geval. Dus, maar die staat er nu wel gelukkig bij. Thomas Joustra die vraagt wanneer ik de livestream aankondig. Kan niet meer lang duren. Evert Jan zegt van nice video. Is ook weer eens leuk om naar het spoorwegmuseum in te gaan. Ja, dat ben ik inderdaad met jou eens. Het is inderdaad leuk om weer een keer naar het spoorwegmuseum in te gaan. Daarom dat ik ook voor gekozen heb om naar het spoorwegmuseum in te gaan. Logisch, ja, dat is zo. Even kijken, straks zometeen even die koerscontrole aanzetten. Zo. Ga in ieder geval niet te snel. Nee, we gaan lekker niet te snel. Ja, toegestaan, ja, toegestaan. Oh. Wat gebeurt er? Waarom gaat nou in één keer mijn noodrem erop aan? Ik las alleen niet zoveel keren. Waarom gaat mijn noodrem er nou in één keer op dan? Ik niet begrijp. Ik heb alleen niet gelezen met keren, maar waarom gaan we enorm er dan weer op dan? Boe, spelbreker. Boe. Spelbrekers. Nou, weg met die remmen, dankeschön. Spelbrekers. Ja. Nou, dames en heren, het komt er in ieder geval op neer dat in Utrecht Centraal is er een ongeluk gebeurd. En daarom dat wij moeten keren in Bilthoven. En dat betekent dat wij dus in Bilthoven moeten stoppen en dan vervolgens onze weg terug moeten vinden naar Amersfoort, Schothorst. Dus dan gaan we maar in ieder geval Bilthoven inrijden en dan moeten we onze koersborden maar weer veranderen naar Amersfoort Schothorst. Want ja, we moeten hier dus geen markeren.
Oh, daar is dus een kaboom gebeurd. Oh, vervelend. Lol. Deur open. Kan ik dat doen? Dan kan ik dat zijn op geld offeren. Nou, schijnbaar niet. Wat is daar gebeurd eigenlijk? Oh jeetje. Nou, dat ziet er wel heel ernstig uit. Ja, Oh, wacht even, die is niet ondergereden. Oké, geintje. Oké, richtingsschakelen aan de trouw. Remmen we maar gewoon een beetje lozen. Lichten uit. Andere cabine, richtingsschakelen aan naar voren. Front zijn er weer aan. Remmen eraf. Gas geven. Dan moeten we alleen eventjes, we gaan weer terug naar Schotterdust. Dus dat betekent dat ik de... Nou, koersborden. Oh, ik zag hem net staan. Amersfoort Schotterdust, kijk aan. Huppatee. Dus we zijn nu gewoon weer een trein naar Amersfoort Schotterdust. Zo makkelijk gaat het. We gaan dus nou terug naar Den Dolder. Vervolgens terug naar Amersfoort en dan weer terug naar Amersfoort Schotterdust. Wat dus tevens ons eindstation zal zijn. En daar heb ik dus ook de koersborden op aangepast. Heb ik de... Heb ik niet zin gesteld. Lol. Zal die zich op 120 zetten dan? Dat is wel zo handig. Zo. Even netjes op 120 zetten. Dan doet het tenminste ook weer normaal. Even koerscontrole vanaf halen. Even het gas loslaten, want we moeten in ieder geval rustig afremmen. Nou, zo meteen rustig afremmen in ieder geval. Even kijken. Om even verder te gaan met de comments, waardoor ik in een of andere manier helemaal afgeleid was. Jan Hakvoort, kan je een keer van Enschede naar Schiphol rijden met een ICT? Wauw. Nou, ik wou dat ik dat kon. Echt waar. En hier moet je in één keer een wissel overgaan. Is ook helemaal niet aangekomen. Was gewoon groen zijn. Nou ja, maakt niet uit. Ik ben er niet met hoge snelheden over ingescheurd in ieder geval. Zo, even netjes stoppen bij het bordje van weer. Zo. En dan doen we hier eventjes de deur open. Voor de passagiers natuurlijk, want die wilden wel heel graag instappen. Even de remmen ook weer een klein beetje los doen. Even kijken, nou. We kunnen weer gas geven. Eens even kijken. Hendrik van Dam die vraagt nog: zou het niet handig zijn als je alle S6 in een route in een downloadpack stopt? Ja, dat zou heel handig zijn, maar dat mag alleen niet. Dus dat is heel erg jammer. Maar goed, het mag gewoon niet. Ruben van Doorn die vraagt wat voor computer ik heb. Nou, ik heb een zelfbouw-PC. Met 16 GB intern geheugen, i7 processor, 2 GB videokaart en Nvidia 760. Ja, dat is het wel zo'n beetje eigenlijk. Niet heel veel bijzonders in ieder geval meer. Chris Kerk, wat is trouwens bij de Duitse treinen de AFB? De AFB is de Duitse koerscontrole. Volgens mij betekent het AFFB, automatische verbediening. Klinkt voor mij het meest logisch hoor, automatische verbediening. Ik weet niet of ik het goed heb, maar dat klinkt voor mij het meest logisch. Kun je een keer van Zutphen naar Utrecht rijden, vraagt de hoogste anker. Ik denk het niet, omdat die
ja, die route die is er momenteel niet. Dus ja, daar kun je ook niet nog gek veel mee. Dus helaas gaat dat nog niet door. Eens even kijken. Even op de snelheid letten hoor, dames en heren. 139 en 140. Oké. Kun je ook misschien een aflevering laten zien hoe je treinen koopt? Nou ja, dan. Waar koop je alle treinen? Ik koop alle treinen bij. De Nederlandse treinen die koop ik bij Chris Trains. Even zien. Kun je ook een eigen trein maken? En nou, ik denk niet dat ik daar zo voor. Dat ik dat op zich kan eigenlijk. Ik denk echt niet dat ik dat kan. En dat waren eigenlijk alle comments tot zover wel eigenlijk. Dus nou ja, dat valt op zich best nog wel mee. Dus ja, laten we nou in ieder geval even weer lekker focussen op de route. En ik zie dat zometeen in de verte moeten we ook onze snelheid weer verminderen naar 120 km per uur. Ja, niet dat dat op zich zo'n heel groot probleem is. Zo. Even kijken, laten we in ieder geval de koerscontrole vanaf halen. Even het gas ook vanaf halen. Zo, dat is dan 120. Koerscontrole zetten we in ieder geval weer netjes aan. Dan kunnen we niet te hard, maar wel te zacht rijden. Helaas. En dan moeten we straks even afremmen naar 60. Maar dat bordje zien we vanzelf wel. Oh, die is daar dus. Even koerscontrole vanaf. En dan gewoon rustig afremmen naar 60. Nou ja, rustig afremmen naar 60 gaat een klein beetje lastig, aangezien de afstand dat de snelheid ingaat best nog wel kort is. Zo, in ieder geval de koerscontrole heb ik op 60 gezet. Yo. Nou, aan die schuine streep kun je zien dat er zometeen een wissel aankomt in ieder geval. Ik zal ook eventjes toch maar straks afremmen naar 40, denk ik. En we kunnen hier al meteen deze afslag nemen. Even afzwakken naar 40. Goed zo. Zo, die zorgt er in ieder geval voor dat onze snelheid gewoon vast blijft. Helaas wel een heel stuk verder aan de achterkant van de korrel stoppen. Nou, laten we in ieder geval proberen om voor het sein te stoppen. Dan kunnen we die in ieder geval in de gaten houden. Zo. En we laten de passagier even netjes instappen. Hier in Amersfoort. En dan gaan we vanuit Amersfoort gaan we door naar ons eindstation. Wat zal zijn Amersfoort-Schothorst. En waarschijnlijk dat de trein die hier aan onze rechterkant staat.
de ICM. Dat zou heel goed de Intercity naar Enschede kunnen zijn. Zal leuk zijn. Misschien kan ik het wel hier zien. Nee, het is de Intercity naar Leeuwarden. Oké, nou ja. Dat kan. Oh, nou, die schudt ook van wel. Wop. Nou, het sein staat in ieder geval nog op geel. Dus dat betekent dat wij onze snelheid van 40 hier netjes aanhouden. Volgens mij staat er zijn zelfs op rood. Ja. Maar dat komt waarschijnlijk omdat de Intercity naar Leeuwarden een hogere prioriteit heeft dan wij. Dus wij zullen hier eventjes moeten wachten. Nou. Laten we maar even wachten totdat wij toegang krijgen tot dit baanvlak, zodat wij onze weg kunnen vervolgen. Wij staan daar. En de IC Leeuwarden zit momenteel nog in ons baanvlak. Dus we zullen eventjes moeten wachten. Totdat we in ieder geval weer toestemming krijgen om te vertrekken. Ja. En daar is ons toestemming. Het is geel. Dus we rijden verder met 40 km per uur. En dan moeten we maar even met dit slakkengangetje doen. Nou kijk, we zitten in de eerste klas. Dat is ook wel leuk. Waarom zitten we nou in de eerste klas? Ik dacht, nou ja, maakt niet uit. Kunnen we even lekker genieten van dit rotweer? Nou ja, het is niet echt genieten, maar ja, wat moet je dan zeggen? Kijk, wat zegt het volgende zijn? Dat is ook geel. Nou ja, daar zullen we dan even mee moeten doen. Met een geel sein. Of is het groen? Nee, dit dat werkt wel goed. Oké. Echt, dat zijn echt. Oh, dat is geel. Geel met 60. Nou ja. Ja. Dat betekent in ieder geval wel dat we onze snelheid ietsje omhoog mogen gooien. Dus naar de 60 heen. Op dit niveau moeten we maar eventjes naar Amersfoort heen rijden. Voor mij is de map van Nederland, Midden-Nederland, best wel groot. Wauw. Dat is pas een map. Jezus. Ja, we reden al netjes 60, hè? Aangezien we toch niet heel veel harder mochten rijden. Dus gek veel keuze had je ook niet. En
dan zijn we nu aangekomen bij het eindstation van deze trein. Station Amersfoort, Schothorst. En daarmee wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken weer voor het kijken naar mijn episode. Ik hoop dat je deze episode leuk vond. Als je hem leuk vond, geef dan even een duimpje omhoog. Heb je commentaar, voel je dan in de commentaarsectie beneden. En wil je graag meer zien van mijn filmpjes, abonneer dan gerust op mijn kanaal. Vind ik helemaal niet erg. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken iedereen. Tot de volgende episode. Tot ziens. Daa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